deze video sneller dan dat ik de roze kist open voor extra geluk in je leven. Het is een bijna onmogelijke like challenge, want ik ben sowieso sneller. Maar als het je lukt, heb je extra geluk. Let's do this! Een baby walvis. Oké, dit gaat amazing zijn. Ik ga dit goed kunnen gebruiken op mijn tweede date. Maar ik wil ook de zeldzamere kist nog een keer geopend hebben. You are totally kidding me right now. Oké, wacht even. Oh nee, het is niet de allerzeldzaamste van allemaal. Maar het is wel een hele zeldzame. Als ik hier geen indruk mee maak, weet ik het ook niet meer. Ik heb geen shirt aan. Waarom heb ik geen shirt aan? En waarom valt het me nu pas op? Oh gosh, ik ga snel naar huis in. Oké, vandaag heb ik een date met dezelfde mooie dame als waar ik de vorige keer een date mee had. Heb je dat niet gecheckt? Check de beschrijving even. Het idee is, deze dame is een kunstlerares. Toen ik haar vertelde dat ik zaterdag vandaag dus nog een date met haar wou hebben, toen vertelde ze mij dat zij hem graag wou plannen. En ik vond dat prima, want ik heb de voorgaande date gepland. Alleen toen ze zei dat ik naar haar school moest toekomen op een zaterdag, begon ik mij wel af te vragen wat de date zoal zou inhouden. Nou, daar komen we zo achter. Maar eerst moet ik dan natuurlijk wel een beetje een toepasselijke outfit hebben. Nou, ik zat te denken aan iets wat niet te veel opvalt. Gewoon iets casuals, maar toch leuk. En ik ben nog steeds een dierenliefhebber. Een mooi hoedje erbij om aan te geven dat ik hou van glans. En laten we gaan voor een mooie broek. Oké. Laten we het erop houden dat iedereen in zijn waarde moet worden gelaten. Ook als je dit draagt. Ik ben er klaar voor. Het grote voordeel aan mijn woonlocatie in Roblox is dat de school maar een stukje lopen is. Ik weet eigenlijk niet meer exact. Ah, het is deze kant op. Amazing. Ik heb mijn schattige draak met me. En ik weet je wat ik denk? Ik denk dat ik naar haar school moet komen op een zaterdag. Omdat zij de school nog een beetje aan het afsluiten is. En dat we dan misschien zometeen lekker naar een pizza-restaurant gaan. Of misschien naar de arcade. Of misschien wel naar het postkantoor om allemaal grappige brieven te versturen. Ik weet het niet. We zullen het ervaren. Zie ik haar nou in het wiskundelokaal? Hey, daar ben je! Hey joh, welkom! Ja, dankjewel. Ik moet zeggen, ik ben niet vaak op school te vinden op een zaterdag. Nee, klopt. Maar ja, ik dacht bij mezelf, dan heb je geen last van andere mensen. Dan kunnen wij lekker vandaag de dag gebruiken voor op school te zijn. Oh, je wilt op onze tweede date op school zijn? Ja, daarom heb ik je ook naar school gevraagd, toch? Ja, nee, precies. Ja, nee, ik dacht dat je dit meer als een soort van afspreeklocatie zag. En dat we dan pizza gingen eten, bijvoorbeeld. Nee, jongens, we hebben het de vorige keer heel erg naar ons zin gehad. En nu gaan we lekker samen wat doen. Oké, dus als ik het goed begrijp, jij wilt mij lesgeven. Ja, klopt. Jij mag een plaatje nemen. Oké, juffrouw, ik zit. Oké. Nou, we zijn in het matlokaal. We gaan een beetje rekenen. Oké. Ik weet niet of je goed bent in rekenen. Fantastisch, geef me maar een som. Oké, wat is dat de basis? 1 plus 1. Ah, dat weet ik. Dat is 11. En 1 en 1 is 11. Nee, joh. Huh? 1. En dan pak je nog een keer 1 van je vinger. Ja. En wat heb je dan? 11. Dan heb je 2 keer de 1 naast elkaar. Dat is toch het getal 11? Nee. Dat is 2, Job. Ja, maar een 2 is een soort van zwaan en een 1 is een stok. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Oké, ik wil naar een andere les. Ja, oké. Dit werkt niet. Volgende kamer. Kom maar mee, hoor. Volgende kamer. Welke kamer is dat? Oh, kijk, ik ga deze poster eraf scheuren. Job, dat doe je niet. Nou wel. Job. Ja. Job. Ja. Dat doe je niet. Oh ja, maar wat nu dan? We gaan Engels doen. Kom. Oké. Nou, gelukkig dat ik ga niet lekker blijven. Oké, ik zit. Oké. Goed. Nou, ken je een beetje Engels? Ik ben fantastisch in Engels. I am the great Engelsman. Oké. Daar moet je meer aan werken. Okay. Nou, stel je eens een keer voor en vertel je hobby's in het Engels. My name is Spider-Man. I catch evil mans in stad while I am eating pizza from Domino's. Jop, versta je zelf op wat je zei? Nee. Oh, ik ga op de kast klimmen. Oh! Hé, dat doe je niet. Kijk hoe hoog ik kan springen. Ik heb hoofdpijn, maar toch ga ik door. Job, hou ermee op. Ga van die kast af nu. Wat anders? Job. Ja? Waarom gedraag je als een leerling? Omdat ik een leerling ben op deze day, dus ik mag een leerling zijn. Oh, ik ga op jouw plek zitten. Oh. Job, hallo, ik ben de lerares. Weet jij hoe je jezelf moet voorstellen in het Engels? Job. Ja? Als je niet ophoudt, hè? Ja? Dan ga jij. Ja! Naar de directeur. Naar de directeur. La 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 la. Ik ben niet bang. Oké, Job. Ja? Ga naar de directeur. Ik ben er klaar mee. Oké. Nou, prima. Loop maar. Ik ga wachten aan.
Kom maar mee. Directeur. Zo doe je niet. Nee, dat is prima. Oké, dus de directeur. Er is toch helemaal geen directeur op school nu? Nou, ik ga hem nu roepen. Je blijf nu... er daar. Oké. Oh nee. Oh, dit was een domme... Nou, Job. Maar jij... Maar wij hebben een date. Heb ik een date met de directeur? Sinds wanneer is dit de bedoeling? Ja, als je niet misdraagt op school, dan komt de directeur. Oké. Daar heb ik maar één ding op te zeggen. Het spijt me. Ik had het niet moeten doen. Het spijt me. Ik doe het nooit meer. In de volgende les ga ik opletten. Ik ga zo goed mijn best dat ik alleen nog maar 10 haal. Dat is een 1 en een 0. Een 10. Ik beloof het. Beloofd 100 keer. Nou, voor deze keer vergeef ik je. Oké. Dat doe je niet. Nee, dat doe ik niet meer. Let's go. Laten we gaan. Oké. Nou, dan ga ik weer mijn mooie kleding. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Wat ga ik leren? Ben ik slim? We gaan tekenen. Tekenen. Daar ben ik zo goed in. Echt waar? Nee, let's go. Ga jij het mij leren? Ja, je mag tekenen. Nou, je mag een tekenen wat je leuk vindt. Oké, ik zal het imiteren omdat het papier op is. Dus zeg maar wat ik moet imiteren. Doe maar een hondje. Miauw! 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 Job, dat is een kat. Ja, maar een kat kan ook een hond nadoen. Kom op man, een kat die heeft ook talent. Job. Oké, ik wil naar een ander lokaal. Let's go. Oké, nou, volgende lokaal. Oh, kijk, ik kan hier letterlijk naar beneden springen alsof ik Spider-Man ben. Oeh, Job, wacht. Genoeg. Wacht. Oh, ah, au! Job. Genoeg, Job. Het is klaar. Ah, mijn been. Ik heb denk ik mijn been gebroken. Gaat het, Job? Het brandt van binnen. Het is alsof een brandnetel knuffelt met mijn been. Kun je nog wel lopen, Job? Ja, ik denk het wel. Ah, nee! Oh, nee. Oké, we gaan naar het ziekenhuis. Oké, we laten het nakijken. Nee, ik wil niet naar het ziekenhuis. Hoezo, Job? Je hebt pijn. Oké, ik wil naar het ziekenhuis. Loop maar, ik ga achter je aan. Nou, kom maar mee, Job. Au. Voorzichtig. Au. Waar is het ziekenhuis? Au. Het ziekenhuis is gelukkig hier om de hoek. Maar doe voorzichtig, oké? Een wiskundehoek? Au. Nee, het ziekenhuishoek. Het ziekenhuishoek. Oké, is het bij die kruis? Het is bij het kruis, Job. Voorzichtig, gaat het toch? Het gaat wel. Ik heb wel heel veel pijn. En mijn been die brandt van binnen. Alsof er iets in is gegoten wat brandt van binnen. Daarom moet je opletten, Job. Dan moet je niet zomaar onvoorzichtig gaan doen. Ik sprong alleen maar een trap af. Dat kan toch niet fout gaan? Job, je mag niet van een trap afvallen. Dat is gevaarlijk. Ik viel niet, ik sprong. Het ging expres. Nou, precies. Au. Maar er is helemaal geen dokter aanwezig op zaterdag. Nou, ik ben de dokter. Ik ga je helpen. Je bent helemaal geen dokter. Je bent de dokter. Ik ben de dokter. Kom maar mee. Maar je was toch een lerares? Ja, maar weet je wat het ding is? Ik was vroeger ook een dokter, dus ik weet wat ik doe. Wow, je bent zo cool. Je kan alles. Oké, dus wat nu? Oké, kom maar mee. Hier naar de blauwe deur. Au, ik ben volwassen? Je bent zeker volwassen. Ga maar liggen. Oké, ik moet hier liggen? Ja. Oké, ik sta wel even, want liggen doet heel veel pijn aan mijn been. Oké, prima. Nou, ik ga even wat ontsmettingsalcohol pakken. Doe dat maar. Oh. Ah, dat brandt! Sorry, Job. Ik zal even degene pakken die niet prikt. Druk maar gewoon op die groene knop, dan voel ik me vast weer beter. Oké. Zo? Ja, oké. Oh, dat voelt beter. Je hebt er wat gips op gedaan. Oh ja, oké. Het tintelt wel een beetje door dat verdovende middel, maar het voelt beter. Een klein beetje verband voor van achter. Oké. Ja, nee, het gaat wel weer. Het voelt en wel een snoepje. Nee, ik hoef geen snoepjes. Ik ben op dieet, oké? Je houdt van snoepjes. Oké, geef me maar een snoepje. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, het voelt weer beter. Ik vind dat ik het tweede gedeelte van de date mag bepalen. Je was een fantastische lerares, je was een fantastische dokter. Maar ik heb het wel even gehad met al die sommetjes en benen breken. Ik snap het. Ik merk dat het inderdaad iets is dat niet voor jou is. Dus we gaan naar de speelgoedwinkel hiernaast. En ik ga voor jou iets leuks kopen op deze tweede date. Nou, dat heb ik wel verdiend na al die dingen te doen voor jou. Oh, het is geen speelgoedwinkel, maar het is een exclusieve klerenwinkel met veel te dure kleding. Puur omdat er een logo op staat. Ik wil hier naar binnen. Ik heb 100 Robux betaald. Sorry, jij kan niet naar binnen, maar jij mag wel... Oké, weet je, doe je oogjes dicht en zometeen kom ik naar buiten als een gangster. Oké, ik ga me draaien en ik kijk niet. Oké, ik ga jou zo versteld doen laten staan van hoe ik er zometeen uitziet. Oh, dit ik is... Ik ben zo benieuwd. Dit is ongelooflijk. Oké, ik ben bijna klaar. Heb je nog een voorkeur? Hou je van vleugels? Mijn voorkeur is maak het niet te duur. Oké, ik maak het heel duur en ik haal vleugels. Oké. Nice. Ik heb extra snelheid erbij gehad. Oh, kijk maar. Oh nee, Job. Wat heb je gedaan? Zum. Ik ben een superheld. Dat is het enige wat telt. Oké, ik ben super cool. Ik denk dat ik als coole superheld ook nog een cool voertuig nodig heb.
Ik denk, ja, oké, volg mij. Let's go. We zijn hier bij de Gear Store. Oh, dit ziet er amazing uit. Oké, ik vind... Oh, je bent super langzaam. Jij bent geen superheld. Nou, dat klopt. Want je hebt van alles gekocht voor jezelf. Oké, dat is wel waar. Dat is wel waar. Wat vind jij cool als voertuig voor mij? Oeh, ballonnetjes. Ballonnetjes? Er zijn hier hyper- en disco-bikes. Oh, en jij wilt... Die... Oh, disco-bike. Die is wel gaaf. Oké, de disco-bike. Ik ga kijken of ik die kan... Oh, oké, die is best wel duur. Jij wilt de disco-bike? Ja, ik wil die. Als het niet te duur is. Nee, dat valt wel mee. Ik ben een stoere jongen. Dit is onze tweede date. Dus een disco-bike, daar kan ik het wel... Dat kan ik wel regelen. Oké. De disco-bike. Wow, Joop. Oh, gosh. Oh, gosh. Oké, weet je wat? Ik ga een rondje door heel de stad maken. En jij mag tellen hoe lang het duurt in je hoofd, oké? Drie. 2, 1, start! Oké. 1, 2... In je hoofd, dat zit in je hoofd. Oké. Zij is ondertussen aan het tellen, terwijl ik ga kijken hoe lang ik erover doe om op deze super epische disco bike een rondje te maken. Zo krijg ik nog eens wat meer te zien van de gave Roblox-stad waarin ik woonachtig ben. Oh, er zijn hier super mooie huisjes. Misschien moet ik daar eens een keer gaan kijken om te wonen. Ik bedoel, ik woon nu naast een school en als je een vriendinnetje hebt die op die school werkt, dan kom je er wat mij betreft veel te vaak langs. Dus misschien is dat geen verstandig idee. Oh gosh. Dit is het allergrootste huisje in heel dit spel. Like als ik die een keer moet halen. Oké, wat kan ik nog meer doen? Oh nee, ik moet niet verongelukken. Dat is niet handig. Oh nee, wat doe ik allemaal? Oh, waarom ben ik zo slecht in wat ik doe? Oké, misschien is het een leuk idee dat ik een cadeautje voor haar haal. Misschien een nieuw huisdiertje of iets anders. Dus ik ga hier naartoe. Ik spring er af. Oh gosh, ik denk echt dat ik weer naar de dokter moet inmiddels. Oké, ik ga eens even kijken of ik voor haar een nieuw iets kan krijgen uit deze super epische crate. Heb ik überhaupt nog een sleutel ergens voor? Ik weet het niet. Nee, ik heb dat niet meer. Kan ik deze openen? Ik kan deze niet openen. Kan ik deze openen? Ik kan deze wel openen. Ik heb een sleutel gekregen. En nu... Een babykat. Oké, dat gaat ze vast amazing vinden. Wat ik eigenlijk zo meteen of de volgende keer met haar wil doen, is naar de arcadehal gaan. Er is namelijk een speelhal in deze Robloxia-stad. Nou, weet je wat het is? Ze wacht wel op mij, maar ik kan er natuurlijk op zichzelf ook al even naartoe. Dus ze vindt het vast niet zo erg om gewoon eventjes op mij te wachten, right? Het was al een geslaagde date. Ik heb alles gedaan wat zij leuk vond. En nu ben ik eventjes aan de beurt. Ik ben nu net ook al bij de exclusieve order. Er is een daycare. Kan ik hier baby's halen? Oh, daarover gesproken. Ik kan letterlijk een baby spannen. En dan heb ik mijn baby weer bij me. Dat is op zich wel, is op zich wel cool. Oeh, er is hier... Oh, ik ben weer bij haar. Hé, daar ben ik weer! Nou, huh? Je bent trouwens een minuut en 36 seconden weg geweest. En waar is je bike? Die is weg, maar ik heb wel een babykat. Joop, je hebt net een nieuwe motor gekocht. Ik heb een babykat. En bij nader inzien had je misschien wel gelijk. En had ik gewoon moeten gaan voor een aantal epische ballonnen. Oh, Joop, wat heb je toch al. Mijn ballonnen zijn weg. Ik heb mijn ballonnen losgelaten. Joop, je bent echt ongelooflijk. Hey, mijn ballonnen zijn terug. En ik heb ze weer losgelaten. Oké, ik stel voor dat we de volgende keer verder daten. Want voor vandaag is goed. Ik zal je naar huis brengen. Nou, doe dat maar in ieder geval. De ballonnen blijven zweven. Ze zijn zo cool.